vind dat een zeer belangrijke dag. Waarom? Nou, iedereen is zo in de spanning, thans ik althans. We zijn zo in de spanning hoe het zal aflopen. Alhoewel het heel vlot verloopt, zonder enig stagnatie. Dus, ja. En hoe zit Suriname in de toekomst? Nou, ik zie Suriname in de toekomst veel beter dan nu. Want het kan altijd beter. Dus ja, ik zie Suriname over een paar jaar op een heel ander niveau. En hoe heeft u erop voorbereid op deze dag? Nou, heel rustig natuurlijk. Niet te veel spanningen. En ja, ik kon niet wachten tot 25 mei. Het was gewoon, gisteren was gewoon de uurtjes aftellen voor deze grote dag. Wat is uw oproep naar de zwevende kiezers toe? De mensen die nog even twijfelen om te kiezen? Nou, mijn oproep naar hun toe is van, als ze enige twijfels hebben, laten ze toch gaan stemmen. Laten ze toch hun stem uitbrengen. Ja, wat zij denken dat goed voor hen is. Iedereen heeft zijn of haar eigen mening. Dus ik zou ze oproepen, gaat u stemmen en laat uw stem horen. Volk moet bepalen wie zijn leiders zijn. Sommige leider wie het land moet besturen. Dus een meerderheid gaat straks beslissen. Hoe ziet de Suriname in de toekomst? Ja, ik volg meer. Het land is rijk. Naast is wel jong. Maar we zijn rijk. Dus als we elkaar kunnen begrijpen en verstaan. Ja, ik denk dat Suriname is een voorbeeld. In een grondtap. In een koekse situatie. Als we rijk zijn. Hadden we geen goede leider, dan ben je bij dit toch. Dus ik doe mijn best en ik ga mijn best ook hier doen. En mijn pet zegt alles. Heel belangrijk, vooral voor de inheemse hier op Matta. Hoe ziet u Suriname in de toekomst? Ik hoop dat er een verandering komt in de manier waarop we politiek voeren. En dat we eerlijk de Surinaamse bevolking tot een hogere ontwikkeling brengen. U heeft nog niet gestemd, zie ik? Nee, nog niet. Ik wacht even totdat de drukte even voorbij was. Dan zou ik gaan stemmen. Ik zie dat de personeel ook bezig is met maatregelen in verband met dat van COVID-19. Wat vindt u daarvan? Dat is nodig. Er zijn regels gesteld. En we moeten zoveel mogelijk die regels proberen na te leven. Hoe heeft u voorbereid op deze dag? Ik heb het heel erg druk gehad de afgelopen weken. Met mijn werk namelijk. Dus ik heb eigenlijk me niet zo goed kunnen voorbereiden. Als de vorige verkiezing. Maar het is wat het is. Wat denkt u dat de uitslag gaat zijn na deze verkiezing? Nee, de uitslag, ik weet het niet. Wat ik hier zie op Mata, is dat de NDP sterk vertegenwoordigd is. Maar de APS begint nu al zeg maar wat stemmen te winnen, toch? We beginnen die een doorbraak te maken. We hebben een paar mensen, zoals je kan zien. We hebben een paar mensen achter ons. Maar we hebben nog heel veel werk te doen. Daarom erin. Heeft u een oproep naar de zwevende kiezers? Dat ze moeten kiezen voor eerlijke leiders. De leiders van vroeger, ik heb het over de VHP, NPS, NDP, ze hebben tijd gehad. Het is genoeg geweest, toch? We zijn nu een andere generatie en we willen een ander soort politiek voeren. Die niets te maken heeft met vriendjespolitiek en dergelijke. We willen het anders doen en we gaan het ook anders doen. En ik hoop dat de zwevende kiezers die stap maken om ook hun stem te laten gelden. Meneer Johannes, hoe belangrijk vindt u deze dag? Ja, zeer belangrijk. Het is mijn vierde. Ja, ik doe mee aan de vierde keer al. Ja, dus ik vind het wel een leuke dag. Okay. Hoe ziet u de toekomst van Suriname? Wel, als ik het zo mag zeggen, dan moet ik zien dat ja, het moet beter
worden in Suriname wat betreft. Ja. Dus al die tijd heeft, ja, in die tijd heeft NDP de macht. Maar nu, we gaan zien wat het nu verder gaat worden. Maar zoals je me nu ziet, daar ben ik geel. Dus ik probeer het met ABOP. Ja. Wat vindt u zelfs van de maatregelen die getroffen worden in het kader van COVID-19 bij de stembureaus? Ja, is heel goed. Maar ik heb gezien dat ja, wat betreft de social distance is. Want ik was naar overal geweest en ik zie de social distance is niet aangepast daar. Maar ik denk niet dat het gaat werken op zo'n dag hoor. Want het is enorm druk. Meneer Johannes, hoe heeft u voorbereid op deze dag? Ja, zoals altijd. Zoals op elke verkiezingsdag dan, is het zo dat je altijd, wanneer het zo is op een dag nader, dan ben je echt in de sfeer om het te kleuren voor een partij die goed bezig gaat zijn vanaf vandaag in de komende jaren, 5 jaren. Het is heel belangrijk omdat we verandering willen zien in Suriname. We willen een andere partij omdat we kunnen niet meer uitkomen wat we meemaken in Su. Hoe zit de Suriname na de verkiezingen in de toekomst? Wel, het is moeilijk, maar we herstellen het wel. En heeft u een oproep naar de mensen, de zwevende kiezers? Jawel. Ze moeten kijken wat NPS had gedaan vroeger. Want NPS is de enigste partij die niet genoten heeft van Suriname geld. Alleen maar van hunzelf. Hun belang, alles hebben ze gedaan wat van hun was. En hoe heeft u voorbereid op deze dag? Ik kon niet wachten. Ik verheugde me zo alleen vandaag om op NPS te stemmen. Heeft u dus al gestemd? Jawel. Nummer 11, NPS. Okay, wat betreft de COVID-maatregelen op de stembureaus, in hoeverre hebben ze zich gehouden aan de maatregelen? Ja, we passen ons aan. Het moet. Maar ja, soms kan je niet aanpassen omdat de sfeer laat je zelf bewegen. Laat jezelf bij die mensen gaan. Heeft u nog iets dat u zou willen zeggen? Ja, mensen, stemmen jullie bewust. Jullie zien zelf. NPS, alleen waren ze een beetje saai. Ze hebben wakker gedaan, maar ze hebben het goed gedaan. You stay.